Je kan samen sneller innoveren en groeien. En bovendien kan je het ook nog eens leren. Daarover gaat het vandaag in deze episode van mijn podcast. Een gesprek dat ik zal voeren met Piet Verhoeven. En Piet, ja, die is helemaal gespecialiseerd in het onderwerp van het opzetten van slimme samenwerkingen tussen organisaties en bedrijven. Een prachtig voorbeeld daarvan is het recent gelanceerde Flanders Health Tech Speerpuntcluster, de zevende in Vlaanderen. En jawel, Piet heeft natuurlijk ook een boek geschreven, Win-Winnovation, dat is hem hier. Daarnaast is hij ook nog eens gastprofessor in verschillende universiteiten en is hij keynote-spreker. Welkom bij deze nieuwe episode. Break a Leg, een blik achter de schermen van het sprekersvak. Een tweetalige podcast van de Queen of Speech, Janka Vleerakkers. Dag Piet. Dag Janka. Mag ik u al direct feliciteren met de recente lancering van de Speerpuntcluster Flanders Health Tech. Het is al een even geleden, maar toch nog recent. Hoe lang het is nog allemaal vrij recent, ja. Inderdaad, van vlak voor de zomer. Ja. Hoe lang heeft het geduurd vooraleer die officiële lancering mocht gebeuren? Wel, moet ik zeggen, het traject, mijn traject bij het bouwen van de Speerpuntcluster heeft iets meer dan 2 jaar geduurd. Ja. Dus toch wel een stevig traject. En dan was er nog een vooraf ook nog eens. Er was nog een vooraf van nog een paar jaar daarvoor ook. Ja. Maar de laatste dingen zijn eigenlijk echt... In het laatste jaar is het versneld met de juiste aanpak. Nu, straks gaan we het verder hebben over deze speerpuntcluster. Maar slim innoveren en groeien door samen te werken, door slim samen te werken, dat is helemaal jouw ding. En dat is waarom dat we vandaag dit gesprek hebben. Je hebt er een boek over geschreven, Win-Winnovation. Dat is al een boek van in 2017, maar het lijkt alsof je voorop lag op de tijd. Want nu is het een en al, hè? Samenwerken. Ik hoor het wel dagelijks voorbij komen. Ja. Was je voor op je tijd? Of, ik denk dat we toen toch vrij sterk voor waren op de tijd. Mm-hmm. Ik ben altijd zelf zeer innovatief geweest, altijd vooraan. En dan, ja, dan soms moet je wat wachten tot de rest van de wereld wat bijkomt in het geheel. Maar het is inderdaad, ondanks het feit dat het boek van 2017 is, nog altijd van dermate actuele aard, dat ik zelfs eigenlijk deze zomer een Engelse versie ervan heb uitgebracht. Ja, meer dan ooit. En je hebt toen geduld moeten hebben, maar het probleem stelt zich nog steeds, mag ik daaruit afleiden. Maar wat is het probleem eigenlijk? Wel, het probleem is eigenlijk tweeërlei. Is enerzijds de mindset van non-disclosure en iedereen doet alles zelf. Mm-hmm. We horen het soms op ons doe-het-zelf kanalen. Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Mijn reflex is, dat kan soms wel zijn, maar het duurt per definitie veel langer dan dat je het samen doet met professionals en met anderen. En het tweede element is eigenlijk dat heel veel mensen denken dat samenwerken gewoon kwestie is van de juiste experten in dezelfde kamer te zetten. Denk aan de landschapbureaus. Maar het is niet door mensen samen te zetten dat je vlot ook samenwerking zomaar naar boven krijgt. Laat staan goede en succesvolle samenwerking. Daar moet je wel wat over nadenken en moet je met de juiste technieken aanpakken als je toch garanties op succes wil hebben. Ja, nu, die landschapsbureaus heb ik nooit begrepen. Dat is totaal niet mijn ding, nooit geweest. Maar langer, wat is er mis met, dan duurt het langer, misschien is trager beter. Wat is daar mis mee? Langer en trager beter, zeker voor bedrijven, bestaat er zoiets als window of opportunity of de fameuze time to market. Als je langer aan je ontwikkeling bezig bent, als je langer gaat werken aan je innovatie, ja, dan mag ze misschien wel beter zijn, maar als ze te laat op de markt komt, is de opportuniteit weg. En dat is iets wat je als een bedrijf nu wil tegenkomen. Ja, en het is vandaag de dag altijd maar sneller en sneller. Hè. Je kan niet snel genoeg zijn om te innoveren, om te groeien. Of de technologie die je dacht aan te kopen over een paar jaar is alweer gepasseerd. Zijn er nog redenen waarom dat de dingen sneller moeten gebeuren, los van technologieën? Ik denk vooral eigenlijk, technologieën is de key driver. En zelfs al ben je zelf geen bedrijf dat technologieën ontwikkelt, mm-hmm. De rest van de wereld doet dat wel.
En in die optiek moet je wel mee zijn, ook in het geheel. Of je slaagt erin, of je loopt het risico van een bepaalde koers te kiezen, die dan blijkt compleet de verkeerde koers te zijn, omdat er iemand anders met een ander alternatief vooruitkomt. En het gaat niet alleen over technologieën, het gaat ook over processen, het gaat ook over efficiënter zijn, over klanten op andere manieren benaderen. Ook daar, we zien het in de klantenwereld, generatie X, Y, Z en alle andere letters komen aan een bod. En stelselmatig zie je ook daar die culturele change van de klanten die naar boven komt. En daar moet je snel mee kunnen omgaan. Nu, je promoot dat samenwerken tussen organisaties en bedrijven. Maar ik kan mij voorstellen dat je als bedrijf zoiets hebt van we moeten gaan samenwerken. En nu? Hè? Wat nu? En moeten we gaan? En hoe? En met wie? En waarom? En wat is het doel? En dan komen er zoveel vragen op je af dat je al schrik zou krijgen. Ja, dat is zeer zeker. En vooral, je kunt vooral schrik krijgen als je weet dat eigenlijk heel veel van de samenwerkingen en ook heel veel van de projecten gewoon falen. Waarom zou je een project doen dat eigenlijk sowieso bijna faalt? Want hoe complexer je project, hoe moeilijker de samenwerking loopt en uiteindelijk de kans op falen gaat toenemen. Wat dat eigenlijk blijkt in praktijk, is als je de samenwerkingen goed bekijkt en als je ervoor zorgt dat iedereen zijn rol heeft en dat heel veel dingen doorgesproken zijn nog voor je vertrekt met de samenwerking, dat dan de kansen op succes enorm stijgen en bijna zelfs garanties worden op succes. Ja. Dus als je gaat zoeken naar samenwerking, waar kun je die vinden? Eigenlijk, er zijn duizenden en één plekken om samenwerking te vinden. Denk gewoon eigenlijk aan uw klanten of aan uw eindgebruikers. Er zitten er altijd bij die briljante nieuwe ideeën hebben, die misschien uw product gebruiken waarvoor het echt niet dient, maar misschien wel een nieuwe case is of een nieuwe markt kan gaan aanboren voor uw onderneming. Mm-hmm. Dat zijn manieren om vooruit te springen. Je kunt ook gaan kijken naar uw leveranciersnetwerk. Vaak leren we in economische opleidingen modellen zoals Porter om te kijken hoe onze bedrijf staat ten opzichte van externe druk. Wel, eigenlijk zijn dat stuk voor stuk samenwerkingsopportuniteiten die je ook kunnen versnellen om te groeien, om te innoveren in de markt. Ja, maar allereerst moet je toch ergens, je moet toch een doel bepalen. Je moet toch ergens weten van ik wil dat bereiken. En dat doel bepalen lijkt me al een hele moeilijke. Daar heb je toch al een aantal parameters voor nodig om te weten. Daar heb je een aantal parameters voor nodig, maar vandaag de dag doen heel veel bedrijven sowieso missiestrategie, doelbepalingen. Dus je vertrekt eigenlijk vanuit de instrumenten, vanuit de richting die je voor ogen hebt in het geheel. Elk bedrijf, elke organisatie staat niet zomaar op zichzelf in een vacuüm. Je hebt daar wel degelijk een bedrijf met een bepaalde missie, een bepaald productportfolio, bepaalde klanten voor ogen. En op basis daarvan kun je eigenlijk al heel wat gaan bekijken. Ga je met een nieuw product naar diezelfde klanten? Ga je diversifieren in producten? Of ga je misschien op zoek naar een nieuwe marktsegment? Want mogelijk is u eigenlijk, ben je al bijna quasi monopolist in hun markt, ja, dan zal er niet veel groei niet meer inzetten voor het bedrijf. Diversificatie van markt, van producten en zo verder, of van service, zijn daar van belang. En je ziet dat eigenlijk ook bij heel veel bedrijven. Als je gaat kijken naar de grotere, langlopende, grote corporates, dan zie je dat die eigenlijk constant zichzelf heruitvinden. Die veranderen. Neem bijvoorbeeld een hele oude rot in het vak. Denk aan IBM. Ooit een fabrikant van computers. Vandaag een leverancier van services. Op die manier kun je ook als bedrijf verder groeien en nieuwe wegen gaan inslaan. Ja, een van de redenen waarom dat we nog zo schoorvoetend met samenwerkingen omgaan, is omdat we natuurlijk maar al te goed weten dat ze heel snel kunnen fout lopen. Hè? Waarop lopen ze vaak mis? Samenwerkingen lopen eigenlijk vaak mis als er onuitgesproken verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld iemand die denkt van ik ga hier snel in die samenwerking stappen, ik krijg daar misschien zelfs een stukje subsidie voor, maar ik ben eigenlijk niet van plan om veel te doen. Ik ga veel luisteren, veel kijken, veel leren, maar als ik iets moet doen, dan laat ik dat wel aan een andere over om te doen. Dat is een recept om te falen, zoiets. Soms zijn het ook gewoon
pure belangen in de stijl van de mindset. En ik verbaas mij nog altijd dat die mindset bestaat. Maar het idee dat economie echt een zero-sum game is. Met andere woorden, alles wat een ander krijgt of kan innemen aan positie, hebben ze bij wijze van spreken afgenomen van mezelf. Als er nu één ding is wat de economie getoond heeft de afgelopen decennia, is eigenlijk dat die koek steeds groter wordt en dat we met z'n allen steeds meer met die koek kunnen gaan doen in het geheel. Dus er is niks mis mee met een ander ook een plaats in de zon te gunnen en vooruit te gaan. En dat is de samenwerkingsmindset waarmee dat je naar vertrekt. Als je in een samenwerking stapt met het idee van ik moet mijn winst maximaliseren en tegelijkertijd de winst van de anderen minimaliseren of onder druk zetten, dat is een recept om te falen. Ja, ja, en dat is dan meteen ook de reden waarom dat je Win-Winnovation als titel van je boek hebt gegeven. Hè? Jij noemt je op LinkedIn ook een Win-Winnovator. Dus daar draait het voor jou om die balans tussen al die stakeholders, tussen al die partners te gaan zoeken. Daarvoor heb je dus strategieën ontwikkeld, de win-win-strategieën noem je die. Er zijn er 7. Kan je er 3 opnoemen die het moeilijkste liggen? Telkens weer dat je voelt van daar, dat is toch een zwaar om op te kouwen voor de mensen. Dat is toch moeilijk om daar vat op te krijgen. Ja. Dus natuurlijk, ze zijn alle 7 van belang. In die optiek is het moeilijk om er 3 uit te kiezen. Maar ik ga toch een poging doen. Ik zou eigenlijk beginnen met de eerste. De eerste strategie die we gedefinieerd en geïdentificeerd hebben en werkt zeer sterk, is hetgeen wat we de power of the blank mind, of in het Nederlands de kracht van het maagdelijk oog. Klinkt een beetje poëtisch, maar eigenlijk is dat wel vaak een goede manier om te gaan innoveren en te gaan samenwerken. We zijn allemaal in elke onderneming bezig met dingen. We weten hoe het werkt, we kennen de processen, we kennen onze klanten, we zijn overtuigd van het product dat we bouwen. En we vergeten vaak dat we door net die overtuiging een soort paardenbril creëren van hoe wij naar de wereld kijken. En misschien kijkt uw klant helemaal niet op die manier naar uw product, maar kun je op die manier elementen naar boven brengen. Ik denk een mooi voorbeeld, als we gewoon heel eventjes heel dicht bij huis kijken. Verleden jaar hebben we COVID gehad, sleept nog altijd mee. We hebben de COVID-safe-app gekregen, die corona-alert, die kon in de gaten houden wie besmet is in de buurt en zo verder. En dan recentelijk komen er dingen in het nieuws waarbij dat zegt, ja, de gebruikers gebruiken die app niet. Het is nogthans een heel goede app. Wel, dat is zo'n typische paardenbril die naar boven komt. Je hebt iets gebouwd, je bent ervan overtuigd dat het heel goed is. En dan ga je er gewoon vanuit dat alle problemen ergens anders liggen rond het geheel. En eigenlijk op die manier raad ik iedereen aan, als er blank minds, nieuwe klanten, nieuwe werknemers binnenkomen binnen uw organisatie, en ze stellen de vraag waarom, luister daar naartoe en daar zitten opportuniteiten in het geheel. Een tweede, misschien om eruit te kiezen, een beetje parafraserend verder op de COVID-app, is eigenlijk innoveren met gebruikers. Als je gaat kijken naar de COVID-app, dan zie je dat die niet zoveel gebruikt wordt. Nu, ik heb zelf COVID gehad. Ik dacht ook van, oké, nu hebben we COVID, nu moet ik die app toch wel gebruiken om te alarmeren. Hetgeen wat me meest opviel, was dat in het volledige traject van mijn testafname tot mijn testresultaat en dan mijn isolatie die erachter kwam en zo verder, dat er nergens gerefereerd werd naar die app. Met andere woorden, daar is een enorm potentieel naar samenwerken met gebruikers van hoe kunnen we het product, in dat geval de Corona Alert app, hoe kunnen we dat beter maken? En dat is evenzeer voor uw producten die bij gebruikers gebruikt worden. En vooral B2B-bedrijven hebben daar soms last van. Want uiteindelijk, wie zijn de klanten van B2B-bedrijven? Een klant is degene die uw factuur betaalt. Met andere woorden, een ander bedrijf. En meestal niet de eindgebruiker die uw product gaat gebruiken. Dus dat eist een heel andere blik om daar naartoe te gaan, om daar naartoe te gaan kijken. En dan misschien een derde element dat ik toch wil naar boven brengen rond het samenwerken en innoveren en het waarom. Je kunt ook met verschillende partijen co-investeren in samenwerking. Je hoeft niet alles zelf te betalen. Je hoeft niet alles zelf te doen in een traject. En je zou ervan versteld staan in hoeveel gevallen co-investering
open staat voor samenwerking en dat bedrijven dat inderdaad ook willen doen als ze een voldoende gezamenlijk doel hebben om naartoe te werken. Dat zijn er dus 3 van de 7. De andere 4 kunnen we lezen in jouw boek. Ja. Je zei daar straks van... mijn volgende vraag is, welke soort partners heb je nu nodig als je zo'n samenwerking wil opzetten? Hè? Je sprak al van, kijk eens naar je klanten, kijk eens naar je leveranciers. Maar stel nu, gewoon hypothetisch, stel nu dat er niemand is in die 2 categorieën waarmee je kan samenwerken. Met wat voor soort partners ga je dan aan de slag? Zijn dat dan... Bijvoorbeeld hè, concurrenten, zijn dat dan andere sectoren gaan opzoeken? Meer in die termen. Hoe ga je, welke combinatie van partnerships, van partners zijn interessant om te gaan zoeken? Is daar een regel voor? Er zijn wel richtingen voor om te gaan zoeken. We zeggen, er is 1 basisregel die eigenlijk wel stelt dat samenwerken met rechtstreekse concurrenten is moeilijk. Dat vereist een zeer hoge maturiteit. Er zijn heel wat cases die heel duidelijk aangeven dat zelfs zeer sterke concurrenten toch vlot kunnen samenwerken, maar dat zijn specifieke situaties. In heel veel gevallen denken we bij samenwerking nog altijd aan alle neuzen in dezelfde richting. Maar als we dat te ver doortrekken, dan komen we net bij die concurrenten terecht. Want uiteindelijk, een ander bedrijf die hetzelfde wil, voor dezelfde klanten, met hetzelfde aanbod aan dezelfde prijs, dat is meestal een concurrent in het... Dus dan zit er misschien te weinig innovatie in ook. Daar zit veel te weinig innovatie en in het geheel. Wat je wel kunt gaan doen, is eigenlijk breder gaan nadenken. In, zoals bijvoorbeeld mijn techniek, mijn proces, mijn kennis, waar kan die nog ingezet worden? Door effectief met brainstormtechnieken te gaan zoeken, zijn er aanliggende domeinen of heel andere domeinen waar men die dingen zou kunnen gaan gebruiken in het geheel. Of zelfs nieuwe concurrenten die op de markt komen. Nieuwe concurrenten, kleine start-ups die ook proberen binnen te dringen in uw markt, ziet men vaak als ofwel te klein, oké, die gaan we even vlot negeren, of gaat men de bedenking maken van, ja, eigenlijk, dat is toch vervelend dat die competitie komen doen in het geheel. Maar eigenlijk, soms is zo'n samenwerking net heel interessant. Misschien heeft die nieuwe start-up net een niche gezien, een feature voor uw klanten, die er op dat moment in uw product nog niet in zit. Als je daarmee samenwerkt, dan heb je 2 dingen tegelijkertijd. Jij hebt als onderneming toegang tot die nieuwe feature dat je kunt geven aan je bestaande klantenbasis. En voor die start-up is dat de toegang tot een nieuwe markt en kan die veel sneller gaan groeien in het geheel. En op die manier kun je eigenlijk zelfs versterkend gaan werken. In plaats van proberen elkaar dood te nemen. Ja. Nu natuurlijk, hoe we nu spreken over samenwerking, gaat het over organisaties en bedrijven en visies en missies en producten, et cetera. Maar uiteindelijk komt het toch neer op jij en ik die moeten kunnen samenwerken, die dus juist moeten communiceren. En ja, ik denk dat dat misschien nog wel het moeilijkste is, hè? Ja, dat is eigenlijk een algemene statement dat ik vaak gebruik. Het zijn de organisaties die de contracten tekenen, maar het zijn de mensen die samenwerken. En ook dat mogen we helemaal niet vergeten. Binnen een bedrijf hebben we meestal mensen van een gelijkaardige cultuur of met een gelijkaardige mindset. Maar van zodra je over organisaties heen gaat werken, ja, dan verandert dat natuurlijk ten volle in het geheel. Denk maar, en het is altijd het leukste als je zo'n voorbeelden geeft en denkt in extremen in het geheel. Bijvoorbeeld, neem een commercieel bedrijf met sterke ingenieur-onderzoekers mindset, zeer rationeel, zeer gedreven, zeer complexe technologie met alle mogelijke acroniemen die erbij komen en zo verder. En je wil die laten samenwerken met verpleegkundigen die vooral mensgeoriënteerd zijn, die vooral het zachte social profit wordt er vandaag gezegd, maar eigenlijk zijn veel van die mensen overtuigd dat profit nog altijd een negatief iets is, bij voorkeur break-even of zelfs verlieslatend, zoals het hoort, hoor ik ook soms, bedoel ik gruw van de uitspraak, maar ze wordt nog altijd gebruikt. Hoe kunnen die laten samenwerken in het geheel? En dat is eigenlijk een manier ook om te gaan kijken naar die samenwerking. Hoe zit het met
communicatiestijl? Hoe kun je mensen het vertrouwen bouwen dat inderdaad iedereen aan tafel zit? En als je consortium goed gebouwd is, uw samenwerking, dan zit iedereen aan tafel daar met een specifieke expertise. En zijn al die expertises nodig? En dan moet je eigenlijk kunnen ervoor zorgen dat er voldoende openheid is aan tafel. En om alles te stellen, om alles te brengen, maar ook om vragen te stellen als je iets niet begrijpt. Hoe zeggen, we kennen allemaal de ingenieur met zijn acroniemen en we zijn gewoon de nerd die heeft spraak waar we niet aan uit kunnen in het geheel. Maar ik kan u garanderen, als diezelfde verpleegkundige haar medische termen naar boven haalt, die voor haar dagelijks zijn, ja, dan staan die ingenieurs daar ook met hun mond vol tanden. Mm-hmm. Het is kwestie van die dingen naar boven te brengen en een goede projectleider, een goede manager van zo'n project, van zo'n samenwerking, die heeft daar oog voor. Die laat zich niet opwinden daardoor, die zorgt er gewoon voor dat iedereen zich comfortabel voelt en dat je effectief met samenwerking vooruitkomt in plaats van dingen laat escaleren en zo snel mogelijk slaande ruzie en een gefaald project creëert. Ja, volgens mij heb je nu het perfecte bruggetje gemaakt naar Flanders Tech Health. Nee, Health Tech, dat is het. Waar jij ja, ook de ingenieur bent, hè. Die ben je sowieso al. Maar waarbij je ook die brug tussen technologie in de zorgsector, die speerpuntcluster, een heel eigenaardig woord, ik blijf het raar vinden, dus dat mag je mij zo meteen uitleggen. Maar daar heb je dus de afgelopen jaren aan gewerkt. Je hebt daar de business development gedaan. Vertel eens wat jouw taak was en hoe in het kort hoe dat verliep. Maar mijn taak eigenlijk was onder de noemer business development. Er was een concreet idee van we zouden hier kunnen een speerpuntcluster oprichten. En een speerpuntcluster valt eigenlijk uiteen in twee woorden. Is een cluster van verschillende organisaties die willen samenwerken. En speerpunt vanuit een optiek, dus overheidsterminologie die aangeeft van die cluster van bedrijven is niet actief op om het even wat. Wij als overheid kiezen een bepaald domein, een speerpunt, en daar willen we in gaan versnellen en versterken. Dat is eigenlijk vandaar dat die terminologie komt. En in dit geval de zorg, de gezondheid? In dit geval gezondheidszorg of gezondheidszorgtechnologie in het geheel. En dat is eigenlijk onmiddellijk de start. Ik bedoel, er was een idee, er was een toch wel een duidelijke indicatie van daar valt heel wat te innoveren, daar kunnen wij als Vlaanderen toch een koppositie in Europa, om niet te zeggen in de wereld, gaan opnemen. Vandaar dat speerpunt-idee dat erachter zit, die naar boven komt. Maar hoe begin je daaraan? Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk voldoende partijen hebt die openlijk en ook op een duidelijke mandaatbrief willen ondertekenen van wij willen met elkaar samenwerken in het geheel. En niet alleen gewoon een intentieverklaring dat ze willen samenwerken. De opdracht was daar nog wat complexer. Zo'n speerpuntcluster wordt ook door de overheid gesteund. Maar op voorwaarde dat die speerpuntcluster er ook in slaagt om €500.000 te verzamelen aan bedrijfsmiddelen, dat de bedrijven niet alleen willen samenwerken, maar ook geld willen stoppen om die samenwerking aan bod te laten komen. Dat is een beetje om dat idee te vermijden van oh, we doen maar mee, maar we doen niks. Ja, we doen maar mee en we doen maar niks. Nee, we doen mee en we leggen ook centen op tafel. En dan een incentive van de overheid is dat elke euro van het bedrijfsleven verdubbeld wordt door een overheid. Euro om meer slagkracht te krijgen. Er was een idee dat we met gezondheidszorg wel een en ander konden doen. We hebben heel sterke biotechnologiebedrijven en onderzoekscentra in Vlaanderen. We hebben rond elektronica ICT evenzeer, rond medische devices hebben we ook heel wat dingen te doen. We hebben top-notch ziekenhuizen die ook met die innovaties over de weg kunnen. Dus de basiselementen zijn er, maar bouw dan een keer een ecosysteem, een samenwerkingsverband, waarin dat iedereen ook zijn plek kan vinden in het geheel. En dat was eigenlijk mijn primaire opdracht. Van hoe zorg je ervoor dat dat een samenwerkingsverband is waarbij iedereen zegt, oké, ik zie dat zitten, ik wil daar mijn euro's in stoppen, enerzijds om het te doen werken, anderzijds, ik wil daar ook aan meewerken, omdat ik denk dat we er maatschappelijk op vooruit gaan, maar dat we er zelf als organisatie ook iets kunnen uitkrijgen. En dan krijg je heel veel complexiteiten die naar boven komen. Ik ga ze niet allemaal gaan opzommen in het geheel, maar je hebt, net zoals daarnet, sowieso al de mix tussen
for-profit bedrijven, gemixt met aan de andere kant social profit of non-profit ziekenhuizen en zorginstellingen. Je hebt gewoon gezondheidszorg aan zich die een probleem is. Niet dat onze gezondheidszorg in België zo'n groot probleem is aan zich. Ik bedoel, we zijn daar zeer goed bediend op wereldvlak. Maar gewoon de term gezondheidszorg of innovatie in de gezondheidszorg. Voor de ene betekent dat nieuwe DNA-sequencing of nieuwe operatie-instrumenten voor in een topnotch ziekenhuis. Voor iemand anders is gezondheidszorg maaltijden op school en armoedebestrijding. Je hebt een spectrum dat extreem groot wordt in het geheel. En dat zijn eigenlijk elementen waar je mee moet gaan omgaan bij het vormen van zo'n samenwerking. In dit geval hebben we dat gedaan door te gaan verfocussen. Van hoe ga je focussen, hoe ga je die brede scope gaan verengen? We hebben die uiteindelijk kunnen doen landen op gezondheidszorgtechnologie. Aan zich nog altijd breed, maar een flink stuk kleiner, een flink stuk beperkter in het geheel naar de elementen. Maaltijden op school, as such, rond de organisaties vallen eruit. Technologie voor betere maaltijden op school zit er dan weer in het geheel. Dus op die manier kunnen we daar gaan verengen. Zijn er verschillende stappen geweest om te komen naar hoe definiëren wij nu gezondheidszorgtechnologie en daaruit. En dat is eigenlijk gekomen als de overlap tussen net die biotechnologie, die elektronica ICT, die medische devices. En op een Venn-diagram, als je dat uitdrukt, dan ziet dat daar mooi uit als een propeller. En vandaar dat we zijn beginnen spreken over de health-tech propeller aan zich. Op dat moment heb je een concreet iets gedefinieerd, je hebt een concreet woord, en dan is het een stuk eenvoudiger om verder te gaan bouwen. Maar heb je op dat moment die partners al, of moet je eerst die propeller gemaakt hebben en dan de partners zoeken? Dat is mij nog een raadsel. Dat is een proces dat je typisch in parallel gaat uitvoeren en tegelijkertijd een van de grote valkuilen van samenwerkingen opzetten. Zet je te snel te veel partners aan tafel, dan wordt het een cacophonie. En dan raak je niet vooruit. Blijf je te lang met te weinig partners rond tafel, dan krijg je zo'n happy few samenwerking. En dat is ook zelden bevorderlijk tot het uitbouwen van een ecosysteem. Ja. Bij Flanders HealthTech was het eigenlijk vooral een bepalen in welke volgorde zetten we welke partner en met welke rol aan tafel, zodanig dat je eigenlijk vanuit bij wijze van spreken kunt een kerngroep hebben en dan gaandeweg schillende rond gaan bouwen in een uitdijende spiraal om op die manier een groot ecosysteem op te bouwen. Mm-hmm. En in het begin, als je nog klein bezig was, heb ik inderdaad die feedback gekregen van een paar organisaties die zo aangaven van ja, maar wij willen daar ook bij zijn en we zijn niet aan tafel en zo verder. Waarbij dat dan de primaire feedback was naar die organisaties van ja, jullie hebben daar wel zeker een plek, maar jullie plek is vrij duidelijk in het geheel. We gaan eerst de meer vloe artistiek puzzel leggen en in een volgende fase komen jullie daarbij naar het geheel toe. En eigenlijk op die manier gradueel gaan uitbouwen om uiteindelijk te lanceren. Op het moment dat minister Krivits het initiatief lanceerde, hadden we in plaats van de vereiste 50 partners, hadden we eigenlijk al meer dan 80 partners aan boord. In plaats van de vereiste minimum 240.000 euro toegezegd financiering, hadden we op dat moment al een 500.000 liggen in het geheel. Dus in die optiek zijn we daar eigenlijk onder goed gesternd kunnen starten. Het maakt mij nu wel nieuwsgierig naar de belangrijkste eigenschappen die een business developer dan op dat moment moet hebben in zo'n traject. Er zijn verschillende dingen. Ik denk heel veel ervaring met hoe bouw je samenwerking. Ik bedoel, dat staat buiten kijf in het geheel. Een tweede aspect is af en toe ook stalen zenuwen. Af en toe? Ik denk hier al de hele tijd, dit is niet mijn soort. Nee, af en toe moet je gewoon kunnen voor jezelf, bij wijze van spreken, afklikken. Dat je zegt van, oké, dit had ik niet zien komen. We gaan het wel in orde krijgen in het geheel. Of soms ook gewoon van het besef. En dat is zeker voor mensen die snel vooruit spelen, soms een probleem. Gewoon het feit van, het is niet omdat het voor uzelf duidelijk is waar dat het naartoe moet, dat het voor alle anderen aan tafel ook duidelijk is. En soms heb je zo van die dingen, ik noem dat verschil tussen
werkmeetings, progress meetings, waar we echt vooruit gaan. En af en toe heb je procesmeetings nodig, bij wijze van spreken, om eigenlijk gewoon te zorgen dat iedereen meekomt in het geheel. Ja. In het boek beschrijven we een case waar ik uit eerste hand ondervonden heb van als je dat niet respecteert, wat gebeurt er? Waar we eigenlijk een ander consortium hadden dat al een tijdje bestond. En toen we met een soort van spitsploeg van een 3-4 mensen een prachtige opportuniteit zagen, project geschreven, project ingediend, project goedgekeurd, 1 miljoen euro voor 4 lang in funding, fantastisch. En dat project is nooit opgestart. Oh. En waarom is dat nooit opgestart? Eigenlijk omdat we op dat moment het begonnen te beseffen dat die kopgroep volledig mee was, maar de rest van de samenwerkingsverband was achter. En het ging ervoor zorgen, had dat project gestart, dat het totaal op samenwerkingsverband ging breken. Ja. En we hebben toen de moedige beslissing, en dat was zeker geen gemakkelijke beslissing, en laat staan het proces om dat dan ook acceptabel te doen voor iedereen, genomen om het project niet te laten starten. Ondertussen, meer dan bijna 10 later, ben ik heel blij dat we destijds die beslissing genomen hebben. Hadden we die genomen, was het samenwerkingsverband gebroken. We hebben die niet genomen. Ondertussen is het samenwerkingsverband een heel stuk verder gekomen. Maar het is een wijze les dat uw kopgroep niet noodzakelijk de volledige samenwerking vertegenwoordigt. Nu, de nieuwe speerpuntcluster is vertrokken. En dat is allemaal goed en wel, proficiat daarvoor. Maar hoe gaan wij als modale burger daar iets van merken? Of gaan we dat zien ergens, dat resultaat? Of? Wel, speerpuntcluster en innovatie in zijn algemeenheid, bedoel, dat zijn dingen die tijd kosten in het geheel. Wat we nu zien, is eigenlijk de eerste samenwerkingsprojecten zijn daar te volop naar boven aan het komen. Normaal gezien gaan we dat binnen een 2-3 jaar gaan we dat beginnen merken aan nieuwe oplossingen die op de markt komen, andere manieren waarop dat de zorg werkt. En COVID, met alle problemen die van dien in de zorg, zijn zeer inspirerend geweest naar het zoeken naar nieuwe oplossingen. Dus dat zijn zeker elementen die we daar gaan zien en die gaan we ook zien komen in het geheel. Tweede stuk wat we vooral gaan zien is eigenlijk, maar dat hangt er dan vanaf of dat je voldoende dicht bij die sector staat, is dat een aantal van onze bedrijven in die gezondheidszorgtechnologie, die gaan groeien, die gaan sterker worden, die gaan meer arbeidsplaatsen gaan creëren. En op die manier gaat onze economie er ook sterker naar boven komen. Maar, en dat is jammer, wij Vlamingen zijn meestal zeer bescheiden in het geheel. En er zijn heel veel stukken waar dat er Vlaamse technologie in zit, maar dat we het zelf niet beseffen. Als we gewoon kijken, quasi elke gsm die je momenteel, elke smartphone die je kunt kopen vandaag op de markt, bevat een stuk Vlaamse technologie, maar is zeer weinig geweten. We zijn uiteindelijk nog wereldwijd bekend, hè, in het kleine Vlaam. Zeer zeker, maar vooral in niches. En het probleem met niches is dat heel veel bedrijven, ik bedoel, als je goed gekend bent in de niche, dat is hetgeen wat je nodig hebt voor bedrijfsvoering. Niet bij het grote publiek aan zich. Anderzijds, als je wil groeien als sector, als je buitenlandse investeringen wil aantrekken, ja, dan moet je wel breder bekend worden. Vandaar ook die speerpuntclustergedachte die erachter zit. Ja. Dus jij bent de man van de slimme samenwerkingen en de innovatie. Je hebt een voorbeeld gegeven van Flanders Health Tech. Dat lijkt mij een heel groot project. Wil dat zeggen dat je alleen maar zo'n grote samenwerkingen opzet? Of hoe klein kan zo'n samenwerking ook zijn? Kan je daar andere voorbeelden van geven? Ja, we zeggen, Flanders Health Tech was inderdaad mijn grootste samenwerkingsverband so far. Ook het meest complexe, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar we hebben het tot een goed einde gebracht. Het kan ook veel kleiner. Ik bedoel, het kan eigenlijk ook gewoon tussen twee bedrijven zijn. Of tussen een bedrijf en een non-profit organisatie in het geheel. Of waarom niet tussen een bedrijf en een kunstenaar om toekomstvisies te gaan bouwen in het geheel. Dus mijn range gaat in termen van diensten en advies en coaching dat ik geef, gaat daar zeer breed. Het hoeven niet de brede grote ecosystemen te zijn. Merendeel van de samenwerkingen gaat eigenlijk over 2, 3, 4 partijen in het geheel. Van zodra je over meer dan 4 partijen samenwerking moet gaan opzetten, ja, dan vereist dat ook al de nodige maturiteit en alle diverse samenwerkingen in het geheel. Maar waar dat ik vooral voor ga, is eigenlijk
om niet alleen bedrijven te coachen en te helpen zo'n samenwerking op te zetten, maar vooral die kennistransfer. Ervoor zorgen dat bedrijven op termijn zelf die samenwerkingen kunnen opzetten. Want uiteindelijk, voor mij is het een zeer sterk geloof dat samenwerking is the way to go. Is de manier waarop dat we deze planeet een beetje mooier kunnen achterlaten dan toen we toekwamen, om het zeer poëtisch uit te drukken. En ik kan dat niet op mijn eentje. Dus hoe meer mensen overtuigd zijn van win-win samenwerking, die methodiek gaan beheersen, hoe beter dat het voor mijn missie en mijn persoonlijke visie ook naar boven komt. Ja. Mooi. En daarvoor heb je eigenlijk al een aantal processen in werking gezet. Eentje daarvan is het boek, hè, nogmaals. Je kan dat aankopen en lezen. Anderzijds is er de keynote ook die je geeft. Aan wie je, bied je die aan? Keynotes geef ik typisch eigenlijk aan R&D-afdelingen of het management van het C-level, middelmanagement, onder gelang de size van organisaties. Eigenlijk vooral mensen die willen innoveren, die goesting hebben om te innoveren en die daar willen vooruit geraken in het geheel om sneller samenwerkingen op te zetten. Ja. En naast de organisaties begeleiden in zo'n traject, heb je ook opleiding of workshops op je... Ja, ik doe ook opleidingen aan zich. Dus we hebben de keynotes enerzijds, die zijn zo meer smaakmakers of specifiek inzoomen in één geheel. Ik heb ook meerdaagse opleidingen die af en toe doorgaan in het geheel. De eerstkomende is voor oktober. Oktober, november, daar op de web. Waar dat we eigenlijk in 2 dagen tijd het boek volledig gaan doorwerken en echt praktisch aan de slag gaan met de tools in het geheel. En ondertussen zijn er ook opleidingen aan het komen die ook in het najaar gereleased gaan worden om via e-learning heel wat van de technieken onder de knie te krijgen in het geheel. Dus eigenlijk allemaal vanuit mijn gedachte van dit helpt heel veel organisaties vooruit. En hoe meer mensen dat kan vooruit helpen daarmee, hoe beter. En als luisteraars contact met je willen opnemen, waar kunnen ze dan terecht? Wel, ze kunnen mij altijd vinden via de website van mijn eigen organisatie. Dat is origanius.com. Origanius klinkt een vreemde naam, maar dat is eigenlijk een beetje de combinatie van enerzijds organisatie, innovatie zit daarin, maar vooral ook oregano, het Italiaanse kruid dat net het verschil maakt in de tomatensaus. Op die manier wil ik eigenlijk met mijn methodologie een verschil maken bij de bedrijven. En dat linkt heel mooi samen naar het feit dat ik graag kook en bak. Dus aan zich. Dus op mijn website origanius met een i.com kunnen ze mijn informatie terugvinden. Anderzijds heb ik ondertussen ook ondervonden, gewoon even googlen op Piet Verhoeven en ik kom op diverse fora en kanalen naar boven. Dus normaal ben ik zeer vlot vindbaar wat dat betreft. En ik heb er een klein hongerke van gekregen. Goesting in spaghetti met bolognese saus. Dankjewel voor het gesprek, Piet. Dankjewel. Dit was hem weer, een nieuwe episode van Break a Leg. Bedankt voor het luisteren. Zit er in jou een spreker en wil je er meer uithalen? Bekijk dan zeker mijn opleidingen en mentorships op jankavleerakkers.com. Vind je deze podcast leuk? Laat het dan zeker weten. Het is altijd fijn om te horen wat jij ervan vindt. Blijf goed nadenken over wie je bent en hoe je de wereld ziet. En ondertussen, break a leg.